voor dit jaar? Voor het toernooi is het te laat. Maar ik vind het fijn dat je me zo jong inschat. Mijn kinderen zijn 20 en 21. Maar dankjewel in ieder geval. Ja, en, dat hij je vrouw zo knap vindt. Ja, inderdaad. Ja. Ik vraag iedere keer af wat doet ze met hem. Maar inderdaad, maar in ieder geval bij hem nog. Maar voor het ABN toernooi dan spelen zonder publiek. Dus dat is jammer. Maar ja, Ahoy is... sinds 2 weken na het tennistoernooi vorig jaar eigenlijk op slot gaan. En ja, constant hebben we het erover van met alle andere dingen. Songfestival zou komen van ja, we moeten toch totdat inderdaad het vaccin er is. Of toegediend naar die sneltestsamenleving. Want dat is de manier. Ja, want er komt sowieso geen publiek bij jullie. Ook niet 30 man of 150 man in die hele grote zaal. Nee, dat is niet... helaas niet mogelijk. We wilden nog iets leuks doen voor het zorgpersoneel wat ingeënt is. Maar wat betekent dit? Dan moet je niet. Beetje de boodschap was, daar moet je niet eens aan beginnen of vragen. Nou ja, dat is gewoon niet mogelijk. En van wie is die boodschap dan dit? Van iedereen, zou ik maar zeggen, die er wat over zou kunnen zeggen. Oké. Okay, dus, maar geen publiek. Maar laten we zeggen, Richard, je hebt wel echt de crème de la crème straks in Ahoy. Dan laten we even gaan kijken. Je hebt het bijna alleen maar toppers weten te strikken. Hoe heb je dat gedaan? Ja, even bellen. Beetje deze positie aangenomen, een beetje afwachten. Er zijn minder toernooien, dus spelers willen heel graag spelen. Ja. Dus, en gewoon een goede naam opbouwen. Afgelopen, 48 jaar. We staan dan bekend dat gewoon alles goed georganiseerd is. En dat is ook dan weer toch weer mooi dat door de loyaliteit en de band die we met sponsors hebben, die al... ruim van tevoren zei je eigenlijk in juli, augustus vorig jaar... hè, wij steunen jullie, we gaan door. Dus wij waren niet afhankelijk of er wel of geen publiek komt. Daarom worden natuurlijk veel evenementen ook afgezegd... omdat die zijn afhankelijk van die inkomsten. En dus dan op een gegeven moment denk je... het gaat niet gebeuren, dus dan zeg het maar af. En toch mooi dat we dit hebben kunnen neerzetten nu. Het is een hele aparte routes nemen spelers nu. Sommigen die blijven wat lang in Australië... en die komen rechtstreeks uit Australië aan... omdat even naar huis gaan, dan moeten ze daar misschien in quarantaine... en dan hier weer allemaal protocollen. Dus, corona heeft je geholpen? Voor het spelersveld wel, ja. We hebben een record, 6 spelers uit de top 10. En we zullen ook een record hebben van het aantal toeschouwers. Maar niet het record waar we op... Is het eigenlijk zo dat als jij daar